Dag, heel goedenavond. Opnieuw actie. Naar de boeren en de bouwsector was het vandaag de beurt aan het onderwijs. Noordelijke leraren kwamen bijeen in Leeuwarden. Ik sta puur voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat geld moet ook naar het onderwijs. Dat is ontzettend belangrijk. Om structureel en niet incidenteel deze problemen aan te pakken. Aanleg fietscrossbaan Steenbergenpark in Hogeveen van start dankzij donatie. 100 jaar radio. In Minimuseum in Havelte is er bijna alles over te vinden. En natuurlijk het weer met Leonie. Een mooie start van de dag vandaag. Weinig bewolking en door de mooi zonnig. Of wij het richting het weekend zo zonnig hoor, dat hoor je straks. Een te hoge werkdruk, een tekort aan personeel. Duizenden leraren van basis- en middelbare scholen uit het noorden van het land die legden vandaag het werk neer. De leerkrachten die kwamen bijeen bij het WTC Expo in Leeuwarden. Om 8 uur vanochtend verzamelt een handjevol docenten op het station in Emmen om opnieuw te gaan staken. Nou, we zijn compleet. Ik word er hooguit gek van dat het zo lang duurt voordat ergens het kwartje valt van hé, er gaat iets niet goed in het onderwijs. Maar ik vind het zo belangrijk dat we wel gewoon lang door willen gaan. Je moet een lange adem hebben om je doel te bereiken. En dit is zo'n belangrijk doel, dat doe ik graag. Goedemorgen collega's. Hallo. Samen met docenten uit de omgeving Hogeveen en Meppel rijden ze met de bus naar Leeuwarden, waar alle leraren uit het noorden van het land samenkomen. Lang niet alle docenten hebben vandaag gestaakt. Op CBS De Wel in Nijenveen is er bewust voor gekozen om de lessen gewoon door te laten gaan. Wij waren stakingsbereid en we hadden het ook al rond. De meeste collega's wilden staken. We hebben de ouders ook al berichtgeving gedaan, vorige week al. Dus ouders rekenden er ook al op. Maar door de berichtgeving landelijk in de pers, waardoor de bonden ook eigenlijk weer een beetje gingen zwabberen, zullen we maar zeggen, wel niet, zijn we aan twijfelen gebracht. En het speelde net rondom het weekend. Op zaterdagochtend kreeg ik ook al berichtjes van gaat het nou wel of niet door. Mijn directeur heeft veel overleg gehad in het weekend, ook met andere directeuren en bovenschools. En heeft toen besloten van of we doen het wel of we doen het niet. Dit is heel onduidelijk, dit kunnen we ook niet maken naar ouders toe. Die moeten niet een speelbal worden van onze besluiteloosheid. Dus toen hebben wij de knoop doorgehakt en met elkaar gezegd, wij trekken ons terug en we gaan niet staken. De leerlingen maken zich niet druk om een extra dagje school. Nou, jullie zitten hier vandaag op school, terwijl andere kinderen vrij zijn. Wat vind je daar nou van? Leuk. Ja? Ja. Wel leuk. En wat doe je hier allemaal? Werken, spelen. Dus je vindt die wel gezellig? Ja. Ondertussen staat de WTC Expo in Leeuwarden vol met duizenden stakende leraren. Fantastisch dat er met zoveel mensen hier op deze plek zijn die allemaal hun onderwijshart op dezelfde plek hebben als ik. Dat is echt geweldig. Wij willen heel graag dat de salariskloof gedicht wordt met het VO. Maar wij willen vooral dat de toekomst voor onze kinderen goed blijft qua onderwijs. Wij staken hier niet, tenminste als ik voor mezelf spreek, niet voor het salaris. Ik staak puur voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat geld moet ook naar het onderwijs, dat is ontzettend belangrijk. Om structureel en niet incidenteel deze problemen aan te pakken. De staking verloopt rustig. Of het ook iets gaat uithalen, dat is de vraag. Wat als dit niet gaat werken? Dan komen we terug. En ik hoor nu al geluiden van, dan gaan we meer dagen staken. En hoe vervelend dat ook is. Maar als het nodig is, dan zullen we wel moeten. Helaas, helaas, helaas. Tot ziens. De meeste leerlingen zaten dus vandaag niet in een klaslokaal. En daar sprongen zwembaden, pretparken en dierentuinen handig op in. Want ja, met zo'n extra vrije dag weten kinderen wel raad. Die extra vrije dag werd door veel ouders en grootouders optimaal benut. Zo was het vanmorgen al een drukte van belang bij deze speelboerderij in Ruinewold. We zijn hier zand aan het scheppen en we proberen het water nog ook weg te halen. En is dit nou leuker dan een dagje naar school? Ja. Ja. Waarom dan? Omdat we vrij zijn. Ja, en weet je ook waarom je vrij bent? Omdat de juffen en meesters meer geld nodig hebben en daarom gaan ze staken. En ook de bioscoop in Assen plukt haar vruchten van deze vrije dag. Nou, daar hebben wij op ingesprongen om de bioscoop extra open te gooien. Normaal zijn we woensdag alleen om 3:30 open. 3:30, 4:15. En vandaag waren we ook om 1:00 open. En zo doen we dat we extra films draaiden. En hoe kan het nou dat jij op woensdagmiddag naar de bioscoop gaat? Ze gaan staken. En wat dacht papa of mama? Dan moeten we maar wat leuks verzinnen vandaag? Of had je dit zelf bedacht?
Dit had mama bedacht. Vond je dat een goed idee van mama? Ja. De gaswinning uit het veld Vinkega op de Drents-Friese grens mag doorgaan. De Raad van State vechtte vandaag alle bezwaren van tafel. De bezwaren kwamen van de gemeenten Westerveld en Westellingwerf en een inwoner van het gebied. Ze zeggen onder meer dat er meer gas wordt gewonnen dan afgesproken en vrezen een grotere bodemdaling dan verwacht. Volgens het hoogste bestuursrechtscollege is niet aangetoond dat regels worden overtreden. Een grote zoekactie vandaag op de verlengde Hoogeveense vaart na een vermiste inwoner van Erica. Daarbij zette de politie onder meer een sonarboot in. De vrouw van 55 is sinds vorige week woensdag vermist. Met de boot werd de verlengde Hoogeveense vaart tussen Erica en Nieuw-Amsterdam afgezocht. Daarbij is volgens de politie wel een voertuig gevonden, maar het is niet de auto van de vermiste vrouw. Ze vertrok vorige week in verwarde toestand vanuit Erica. Het Steenbergenpark kende vroeger veel vandalisme en ring volgens omwonenden een gek sfeertje. Maar dat is verleden tijd. Buurtbewoners doen er nog een schepje bovenop en bouwen binnenkort een eigen fietscrossbaan. Stunten op straat met de racefiets, dat is wat deze kinderen in Hoogeveen het liefste doen. Maar ouders vinden het te gevaarlijk. Dat soms dacht ik wel van, oh pas op, er staat een auto of er komt iemand aan. En mensen werden net niet van de voeten geraced. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, hoe leuk zou het zijn als er gewoon een plek is waar ze gewoon kunnen fietsen, veilig. En hoe leuk is het ook voor andere kinderen. Vier moeders gingen aan de slag met het plan om hun eigen crossbaan in de buurt te realiseren. En vandaag is na 3 jaar al het geld bij elkaar verzameld. Ja, en dat is voor ons gewoon top, geweldig. We proosten erop vanmiddag. Want voor hetzelfde geld ben je heel lang met een plan bezig en wordt het dan toch in één keer afgekapt. De kinderen mochten meedenken over het ontwerp en kunnen niet wachten tot de baan er komt. Heel erg leuk. En ik heb ook al tegen heel veel vriendjes tegen me verteld dat hij er komt en dat het en vond het ook allemaal heel erg leuk. Ik woon hier ook heel dichtbij. Ik kan mijn huis vanaf hier zelfs al zien. Zo dichtbij woon ik. En dat vind ik heel leuk. We worden benaderd op school door kinderen. Zelfs van, goh, ik kan in mijn spaarpot kijken wat ik nog voor jullie kan doen. Hè? Komt de crossbaan er dan eerder? Dat soort reacties krijgen we. Dus echt heel leuk. Dit voorjaar gaat de baan open. En de ouders zelf, die zijn vooral erg blij dat het crossen een stuk veiliger kan. Er is heel veel toezicht. Dus ja, je kind kan hier gewoon veilig spelen. Het is niet afgelegen. Het is, en het brengt reuring in het park. Hè? Dat is ook leuk. Dat een park gebruikt wordt voor een park, zeg maar, waar hij voor bedoeld is. Precies een eeuw geleden werd voor het eerst een radio-uitzending gemaakt hier bij ons in Nederland. En dat betekent dat het ook een beetje feest is in Havelte, want Wim Stuyver is helemaal gek op oude radio's. Dit klinkt 100 jaar geleden tijdens de eerste radio-uitzending. Het toestel is bijna net zo oud. Dit is een radio uit 1925. Oude radio's repareren, daar is Wim Stuyver helemaal gek op. Ze staan overal in zijn huis. Hij krijgt het met de paplepel ingegoten. Zijn vader had een radiowinkel in Vledder. Dat is gewoon mijn passie, de oude radio. En ik vind het vooral heel leuk ambachtelijk bezig te zijn met het oude radiovak. De eerste uitzending ooit wordt gemaakt door Hanso Itzerda in Den Haag. Met deze advertentie in de krant roept hij mensen op te luisteren. Het was een soort, nou voor deze tijd een soort top 10, een verzoekplatenprogramma. Het was meteen een succes. Het was iets gigantisch wat ging gebeuren. Maar ondanks dat succes raakt Itzerda in de vergetelheid. Radio wordt pas echt groot door de omroepen, zoals de AVRO en de VARA. Als je hier naar binnen kijkt naar het toestel, voor de liefhebber uiteraard, is dit een prachtig gegeven. En u bent een liefhebber? Uiteraard. Na 20 jaar dreigt er een einde te komen aan kinderboerderij De Beekdalhoeve in Assen. Want de zorginstelling Van Boeien heeft het samenwerkingscontract opgezegd en een nieuwe partij is moeilijk te vinden. 20 jaar geleden, toen de boerderij gesticht is, is er een samenwerkingsovereenkomst met Van Boeien gemaakt. Van Boeien heeft afgelopen zomer het contract opgezegd met een opzegtermijn van een jaar.
En dat betekent dat de dagbesteding die hier door de week op werkdagen gebeurt, verdwijnt. En dat zou betekenen dat we of 20 extra vrijwilligers nodig hebben om de boel te runnen. Of een nieuwe zorginstelling die, net als destijds het idee was, zorg in de buurt of locatie biedt. Die zorginstellingen zijn lastig te vinden, omdat zij allemaal te maken hebben met zeg maar toekenning van budgetten vanuit de overheid. En ze willen allemaal graag instappen, maar ze hebben geen cliënten. Dus het idee nu vanuit het bestuur is dat wij een oproep doen om cliënten of cliëntbegeleiders zich te laten melden bij ons, zodat we een pool krijgen waarmee we zeg maar naar een nieuwe zorginstelling kunnen, zodat we de toekomst gegarandeerd hebben. Met de zonne van morgen en nou nog steeds was het een mooie herfstdag vandaag. En dat op de dag dat de meeste school dicht bent vanwege de staking. De kinderen hadden mooi weer bij. Morgen giet ze weer hen de schoenen en we zullen eens kijken wat voor weer ze er dan bij hebt. Vanavond komt er meer bewolking. Eerst is het nog dreugen, maar in de loop van de nacht giet regen. De zuidoostenwind is zwak tot matig bij 3 graden. Morgen is een natte dag die bewolkt en regenachtig start. Rond de middag kan het even dreugen ween met misschien een klein beetje zonne, maar daarna wordt het opnij bewolkt en regenachtig, net als in de avond. Bij een matige wind wordt het ruim 9 graden. Vanaf vrijdag wordt het beter, zonnige perioden en dreugen, wel wat meer bewolking in de middag en dan zo'n 9 graden. Het weekend wordt het fris, zaterdag start met lichte nachtvorst en enkele mistbanken. Wel wat zonne, maar in de middag meer bewolking. Zaterdag en zondag blijven dreugen, maar zondag is het met een matige oostenwind en amper 8 graden een koude dag. Wel zien wij af en toe de zonne door de bewolking heen. Eem dus door die natte donderdag heen en dan hebben wij weer dreugen weer. Mooi zo. Leni, dankjewel. Dit was hem. En voor meer nieuws kun je natuurlijk terecht op onze app en website rtvdrenthe.nl. Hier straks muziek uit de regio, in Jemmen is dat, en literair geweld in kokende taal. Heel veel plezier erbij. Heb een fijne avond, hè. Tot morgen.